Hoi, ik wil jullie vandaag mijn all-time favorites laten zien. Dus dat zijn echt de producten waar ik super gek van ben en eigenlijk niet meer zonder kan. Maar ik heb het heel warm. Het is mooi weer en het is nu al zo warm op mijn kamer. Het is echt... Oké, dus sorry, ik heb me net helemaal opgemaakt, maar voor mij is, weet ik nu alles wel weer af. Oké. Dus ik ga onder andere make-up, verzorgingproducten laten zien die ik echt super fijn vind. Ja? Als eerst de Inglot Concealer. Volgens mij heb ik die echt al echt zo vaak in elk filmpje laten zien. Het is de Cream Concealer nummer 66. Ik heb deze volgens mij 2 jaar geleden gekocht onderhand. Ja, echt. Het was toen in de eerste Inglot van Nederland in Amsterdam. En ik heb hem toen, vanaf toen volgens mij echt elke dag gebruikt. Of in ieder geval echt vaak. En hij is nu ongeveer voor de helft op en... Ik kan hier gewoon niet zonder. En je doet er zo lang mee, maar het dekt zo fijn. Het blijft echt heel goed zitten, maar je trekt niet in de lijntjes. Wat cream concealers wel vaak doen. En ja, ik heb eigenlijk niet veel make-up nodig. Mijn huid is echt perfect. Heel goed in ieder geval. Ik mag niet klagen. Maar ik heb altijd heel erg last van wallen. Donkere kringen. Dus een goede concealer is voor mij heel erg nodig. En ja, deze is gewoon super fijn. Hij is ook... niet zo heel duur. In ieder geval niet duur voor hoe lang je ermee doet. Dus dit is echt een aanrader. Inglot Concealer. Mijn favoriete blush. Echt een budget product. De Catrice 020 Peach Sorbet Define Duo Blush. Ik was hier echt zo lang zo gek op. Ik gebruikte deze elke dag. Maar ik heb hem toen bij mijn ex laten liggen. En ik heb nooit meer mijn make-up opgehaald. Dat is een beetje het verhaal erachter en ik miste hem heel erg. En toen zag ik hem bij Arantxa, die had echt alle blushes van Catrice. En die zei dat ze ze niet zo mooi vond. En zei ik, ben je gek of zo? Deze is zo mooi. Ik ben er zo gek op en ik mis hem zo erg. En toen heb ik van haar gehad. En ondertussen is alweer bijna het hele patroontje eruit. Omdat ik hem sindsdien ik hem heb gehad echt weer elke dag heb gebruikt. Dus ik ben hier echt helemaal verliefd op en... Dit is zo'n schattige, fijne blush. Ja, ik weet niet, ik ben er echt gek op. Dan, haar is echt... Oké, whatever. Dan, twee. Ik kan eigenlijk niet meer kiezen. Ik was nooit echt heel erg fan. Ik had wel veel oogschaduw, maar ik gebruikte het eigenlijk allemaal nooit. Totdat ik... eerst heb ik deze gekocht, Naked 1 van Urban Decay. En later heb ik Naked 2 gekocht. En toen zag ik een keer een look voorbij komen bij Xparkage. Die deed hier in een look geïnspireerd op de zwanenfilm. Hoe heette die? Nou, ze deed in ieder geval een soort witte zwanen look. Hoe heet die film nou? Black Swan, ja. Maar zij deed dus een beetje een witte zwanenachtige look. Ja. En met dit palet. En die ben ik toen na gaan maken. En die heb ik toen eigenlijk bijna dagelijks gedragen op mijn eigen manier. En toen ben ik verder ook het palet gaan ontdekken met kleurtjes en dergelijke. En zoals je ziet, hij is echt... Dit was ook de eerste oogschaduw waar ik pen heb geraakt. Dus onder andere Bootycall is echt mijn favoriet. Want dit is echt een hele mooie, hele lichte, shimmery oogschaduw. Maar die je gewoon super kan combineren. Vind ik echt super mooi om op het ooglid aan te brengen. En dan... Ik kan niet eens meer lezen. Dit over de oogschaduw. YDK. Dus ik ben en was echt zwaar verliefd op dit make-up palette. Oogschaduw palette. En dankzij dit palet ben ik dus oogschaduw gaan dragen dagelijks. Sindsdien ben ik eigenlijk ook niet meer mee gestopt. Zo erg. En toen ben ik ook weer deze gaan ontdekken. Want ik dacht, als het daar mee kan, dan moet het hier toch ook mee kunnen. En zoals je ziet is me dat ook gelukt. Want ik heb hier ook pen in geraakt. Maar verder zien de andere oogschaduwkleurtjes er bijna onaangeraakt uit. Maar deze gebruik ik de laatste tijd juist veel meer. En die vind ik eigenlijk nu weer mooier. Terwijl ik iedereen altijd heb aangeraden om Naked 2 te kopen. En dat is eigenlijk nog wel steeds. Want hier zit een matte highlighter in. Ook meer matte kleuren. En dat is makkelijker te combineren. Zelfs op mijn meeting, mijn schattige meeting... Volgens mij zijn er toen 5 palettes of zo verkocht. Dat is super grappig. De hele schap was gelijk leeg. Dus dat was echt super tof. Ik zeg het in. Kopen, kopen, kopen.
En echt hoor, als je een oogschaduwpalet mag uitkiezen, ga voor deze. Oké, ze zijn wat prijziger, maar je hebt gelijk ook de kleuren die je makkelijk kan dragen. En veel kleuren. Dus echt hoor, echt gewoon doen. Dan heb ik alleen nog maar is parfumverzorging. Dit flesje is echt was zo mooi. Er zat hier zo'n heel mooi gouden logo op. Die ben ik tijdens het verhuizen het logo kwijtgeraakt. Maar dit is echt het flesje. Sowieso was ik eerst heel erg verliefd op het flesje. En ik dacht, de geur zal ik wel niet lekker vinden. Want ik hou niet van duurdere parfums. Dat klinkt heel stom. Maar Chanel, Dior, sowieso alles in die prijsklasse. 9 van de 10 vind ik echt niet lekker. Totdat ik hem rook en toen dacht ik, oh shit. Die is echt best wel lekker. En het is echt normaal. Ik moet zeggen dat dit ook wel een vrij aparte geur voor mij is. Normaal zou ik dit niet zo snel van deze geur houden. Maar er zit dus volgens mij vanille in, musk, sinaasappel. Ik moest hem toen wel hebben. Ik heb er toen volgens mij €70 of zo voor betaald. Wat ik echt veel te duur vind voor een parfum. En ik had hem nog in het buitenland gekocht. Want ik dacht, dan was die goedkoper. Maar dan moest ik invoersrecht betalen. Toen was ik alsnog meer kwijt. Het was heel dom. Zo graag wilde ik hem hebben dat ik er... Te moeilijk. Hij trouwens Viva La Juicy van Juicy Couture. Ja. En er zit echt minimaal nog in. Het is gewoon over en uit. En ik vind hem echt te duur om opnieuw te kopen. Het is een parfum. Ik heb zoveel parfum. Maar dit is wel echt... Deze heb ik echt al 3 jaar of zo, denk ik. Wow. Maar dit is echt... Ik weet het niet. Het is zo'n aparte geur voor mij. En ik hou normaal zo van heel erg zoete of frisse geuren. Musk, vanille. Maar deze is gewoon, weet je wel, echt zo'n parfum. Omdat ik het waard ben. Dit is het gewoon. Ik kan hem echt nog maar 1 keer gebruiken. En dan is het op. Dan is het op. Ik word heel verdrietig van. Ik weet gewoon dat ik hem niet opnieuw ga kopen. Nee. Ik mis hem nu al. Oké, het is een parfum. Dan over naar haar. Is het rest allemaal haar? Nee, wacht. Ik heb nog iets voor de nagels. Nagels. Early Spit Dry. Dit is een spray. No shit. En je lak je nagels. Dus base coat. Nagellak. Nagellak. Topcoat. En dan, als het nog nat is, gewoon doe je dit. En dan droogt het sneller. En het is echt waar dat een spray je nagellak sneller gaat drogen. Echt no shit. Het komt nu in mond. Het is ook echt lekker. Niet. Maar het verzorgt ook een beetje je nagelringen en zo. En het is gewoon echt, het is heel fijn. En ik heb deze ook echt al 3 jaar. Ik heb hem nog nooit in mijn favoriet of zo volgens mij laten zien. 120 ml. Je doet hier echt lang mee. En het is echt een heel fijn productje. Dus, die is fijn. No shit. Dan haar. Dit zat een keer in de glossy box. John Frieda Full Repair Perfect Ends Deep Infusion. En het wordt een beetje gepromoot als serum. Maar het is veel dunner en het echt heel vettig. Dus, waarom vind ik het dan eigenlijk zo fijn? Nee, ik vind het echt een heel fijn product. Vooral als ik föhn mijn haar dan voor volume. Maar ik heb echt dan een enorm pluis haar. En dit houdt het dan in controle. Dus het stelt je haar, denk ik. Het is meer een stijlend product, zou ik zeggen. Of gewoon ook. Het maakt je haar ook wel echt ontzettend zacht. Dus het is wel echt. Ja, het lijkt me dan net of ik het aan het haten ben. Maakt zijde zacht en beschermd. Maar het is echt heel fijn. Het is alleen heel duur. En volgens mij is deze onderhand niet meer te koop. De repair lijn. Is mij verteld. Maar nou, deze is ook al bijna op. Nou, het is wel een leuk filmpje. Ik word er helemaal sad van. Dan. Product waar ik niet meer zonder kan. Droog shampoo. Ik heb er echt te veel. Ik heb er een van Batiste. En dit is nog een oude fles. Dit is het oude fles. En deze is wel leuk. Want deze ziet er zo retro uit. Dit is blush. En dit is de nieuwe variant. En dit is Coconut and Exotic Tropical. Dus die ruikt fruitig, zomers, exotisch. En ik vind die eigenlijk, hoe heet die blush? Die roze fles? Nee, niet die. Niet blush. Maar die, je hebt een knalroze fles.
En die is voor volume en die ruikt heel zoet. En die vind ik eigenlijk het fijnste en het lekkerst. Want die creëert nog meer volume dan een droog shampoo al doet. Volgens mij ben ik echt droog pompoe. Droog pompoe. Ik heb ook nog een mini. Ik heb echt een verslaving. En die van André Lon vind ik eigenlijk ook heel fijn. Maar sowieso gewoon het concept droog shampoo. Super fijn. Echt. Can't live without it. Dus probeer het eens. En was wel gewoon je haar als het nodig is, want dat is vies. Maar soms dan heb ik haast en dan wil ik het één dagje uitstellen. Dan gebruik ik droog shampoo of meer volume. Is ook fijn. Dan zoutspray van Bumble Sout. Nee, Bumble & Bumble heet het merk. Bumble Sout Surf Spray. En dus is het een zoutspray. Is een zoutspray. Ik heb het al vaker uitgelegd, maar ik zal het nog even snel doen. Is een spray die ervoor zorgt. Ja, wat doet het eigenlijk? Het doet eigenlijk hetzelfde als je een dag naar het strand bent geweest. Dus de wind door je haren, het zoute water in je haar. Waardoor je helemaal zo volume hebt en helemaal zo. Wat het meestal met mijn haar doet als ik een dag naar het strand ben geweest, is dat het zelfs een beetje wavy wordt. Dus beachy hair. Heel veel volume. Ja, gewoon dat lekkere van ik hoef niks aan mijn haar te doen en het zit toch wel goed. Dus dit, wat ik doe met dit is wanneer ik mijn haar heb gewassen, nog in nat haar spuiten. Zo. En dan ondersteboven gaan hangen. Dit is ondersteboven en dan feunen. En dan heb je heel veel volume. En het is ook, het werkt voor mij ook super als ik krullen wil maken. Dus nog in mijn droog haar spuiten en dan mijn haar krullen. Ja, het zorgt gewoon voor heel veel textuur in je haar. En ik heb er ook een van. Ja, wat? Ik heb er ook een van Tiggy Catwalk. En deze is, die ruikt wel lekkerder en die geeft ook minder dat zoute, stroevige, zo droog gevoel. Maar dan heeft hij ook minder textuur. Dus. Ik vind die van Bumble en Bumble echt wel fijner, maar die is volgens mij twee keer zo duur. Dit flesje was €28 en ik heb deze in Parijs gekocht in 2011. En die is ook bijna op. En die valt hier niet te kopen. Oh, wat een drama, jongens. Oh, zo sad. Dan mijn laatste en misschien wel meest favoriete product is de Dove Hair Therapy Intense Repair Anti-Klit Spray. Ja, ja, ik heb hier echt al 4 bussen van opgemaakt. En elke keer als die op is, dan krijg ik hem weer ergens in. Dat klinkt heel raar. Maar dat betekent dus dat ik hem... Ik had hem voor mij voor het eerst, de eerste keer in de glossy box. En toen weer ergens bij of zo. Mijn shampoo of zo gratis. En van de week had ik hem in de goodie bag van Beauty and Suits. Dus, en ik was er zo blij mee, want mijn bus was echt net op. En hij is volgens mij best wel prijzig. Volgens mij bijna €5. Maar oh my god. Echt serieus. Ik krijg zo vaak complimentjes over. Oh my god, je haar ruikt zo lekker. Echt zo, weet je. Alsof het net gewassen is. Alsof je net onder de douche vandaan komt. Die geur die iedereen altijd wil hebben. Echt, het ruikt zo lekker fris. Het doet eigenlijk verder vrij weinig voor je haar. Nou, ik vind wel dat je haar zachter maakt. Makkelijker doorkambaar en minder pluizig. Maar vooral wat ik zo fijn vind aan dit product is dat je het je haar zo lekker laat ruiken. En dat ik er zoveel complimentjes over krijg van... What are you doing here? Van wat ruikt je haar lekker? Dus dit is echt een aanrader voor mensen die, weet je wel, niet van muff haar houden. En die geur zo... Wieuw. Snap je? Dit is wel een aanrader. Dit zijn allemaal echt wel aanraders. Dus dit zijn een beetje de producten waar ik niet meer zonder kan en waar ik fan van ben. En die ik altijd opnieuw wil kopen. Ook al ga ik de meeste niet opnieuw kopen omdat ik mezelf niet waard vind. Zo duur. Zou ik eigenlijk deze opnieuw kopen? Deze zijn voor mij €40 per stuk nu ongeveer. 45. Ik denk het niet. Want deze palet hebben me wel geleerd hoe ik met oogschaduw moet omgaan. Of zo. Dus. Oh my god, ik ga deze ook zo erg missen. Er zijn al gewoon al kleurtjes op die je niet los kan kopen. Zoals Booty Call vind ik zo mooi. Kan je niet mono oogschaduw van kopen. Booty Call. I want a Booty Call.
Poetico. Oké, ik heb het over. Oké, ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie geïnspireerd zijn tot het kopen van nieuwe producten. Want we moeten kopen en kopen en kopen. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Peace out. Doei. Mijn schattige. No shit. Peace out.